Goedenavond. Welkom Urania, welkom op deze eerste lezing in de reeks van Apollo-lezingen naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de maanlanding. De maanlanding zelf, dat is eerst 20 juli, de wandeling op de maan, afhankelijk van in welke tijdzone dat gewoonde. In Amerika was het ook nog de 20ste juli, bij ons was het al de 21ste, ergens in de vroege ochtenduren. Ik mocht mijn bed niet uit, want ik weet daar niks meer van. Maar eer dat het zover is, gaan we dus de verschillende Apollo-vluchten die de inleiding of de aanloop gevormd hebben naar die maanlanding, die gaan we dus vandaag en de volgende maanden een keer behandelen. Volgende maand is het in principe Apollo 8. 9 en 10 doen we dan de maand daarop en dan zijn we ondertussen in juli aangekomen waar dan we Apollo 11 een keer uit de doeken gaan doen. Vandaag gaat het over Apollo 7. Waarom zijn we met Apollo 7 begonnen? Wel, dat is de eerste bemande missie in het Apollo-programma, de eerste bemande lancering. Daarvoor zijn er nogal Apollo-nummers geweest, zijn er ook heel veel lanceringen geweest, al dan niet onder een Apollo-nummer. Daar gaan we hier en daar misschien wel kort iets over vertellen, maar we gaan het vooral hebben over de bemande toestanden, over al die onbemande testen, gaan we eigenlijk niet veel of totaal niks zeggen. Nu, Apollo 7 was het programma van de NASA om die voet op de maan te zetten. Het startschot werd gegeven door president Kennedy in 1961. Dat is zijn beruchte toespraak voor het Amerikaans congres. U kent die ongetwijfeld ook allemaal van buiten, ondertussen ook al wel vaak genoeg gehoord. Maar daar heeft hij de Amerikanen de opdracht gegeven om voor het einde van de jaren 60 een man op de maan te zetten. Ja, over spijt mijn excuus, maar over vrouwen was er toen nog geen sprake. Om een man op de maan te zetten en om die ook nog eens veilig terug naar de aarde te brengen. Ja, daar gaan ze, de volgende keer dat ze naar de maan gaan, gaan ze daar verandering in brengen. Dat hebben ze al beloofd bij de NASA, dus dat komt heel in orde. Maar toen, mijn excuus, het waren ook allemaal de redenen dat het mannen waren omdat ze als voorwaarde voor astronaut te worden was gevechtspiloot. Ja, en er waren ook geen vrouwelijke gevechtspiloten, dus het lag daar al bij. Kunt u dan afvragen, was dat dan bewust gekozen zodanig dat er alleen maar mannen konden opgenomen worden? Daar gaan we hier nu niet over discussiëren. In elk geval, dat was hetgeen dat Kennedy vroeg van de Amerikaanse bevolking of in de NASA in het bijzonder. Nu moet je je ook een keer voorstellen, in 1961, toen Kennedy zijn opdracht gaf, het enige dat de Amerikanen op dat moment gedaan hadden, was zo'n sprongetje van 15 minuten. Woehoe, we zijn in de ruimte geweest. Dat was het. Op basis daarvan, uiteraard in samenspraak met heel wat andere mensen, zegt hij van, we zitten binnen voor het einde van de jaren 60, dat is niet binnen 10 jaar, dat was nog maar 9 jaar en meer, 8 jaar en een beetje. Voor het einde van de jaren 60 staan we op de maan. Hetgeen dat je hier ziet is het Kennedy Space Center. Dat bestond toen nog niet. Daarnaast ligt het Cape Canaveral, dat was van de militairen, dat staat al heel wat jaren. Alle lanceringen in het kader van Mercury, alle lanceringen in het kader van Gemini, die zijn van het Cape Canaveral gebeurd. Maar voor het maanprogramma was dat gewoon te klein en had men een nieuwe lanceerbasis nodig, had men een nieuwe lanceerplatformen nodig voor die gigantische maanraket die men nodig had. Dus men moest een compleet nieuw complex bouwen. De grond, tussen 1961 en president Kennedy een toespraak hield, die grond wat moest nog aangekocht worden. Dus al dat hier staat, kwestie van wegen, kanalen dat je ziet, heel die weg waar dat dus de crawler met de raket overrijdt, heel dat gebouw, elke spoorlijn dat je hier ziet, dat moest allemaal nog gebouwd worden. Je zit aan een grond die vlak bij de zee ligt, je zit daar in een moerassig gebied. Er zit bijna een heel gebouw hier ook onder de grond om ervoor te zorgen dat die VAB niet wegzinkt. Ja? Als je leest wat voor staal en beton dat daar onder de grond zit, dat is fenomenaal. Maar dat moest allemaal nog gebouwd worden op dat moment. Dit was een voorwaarde om inderdaad iemand tegen het einde van de jaren 60 iemand op de maan te krijgen. Dit moest er allemaal zijn, ja? Anders ging dat niet door. Plus, wat we ook verder niet veel over zeggen, u weet ook, heel veel, ik weet niet of dat mensen de film Hidden Figures gezien hebben. Als je dat niet gedaan hebt, gaat je zeker die een DVD ergens halen of koopt hem u aan. Een zeer geweldige film, omdat de berekeningen in de jaren begin van de jaren 60, die werden allemaal nog manueel gedaan. De computers, die grote bakken, die waren er nog niet, of die waren toen nog maar eerst binnenkomende. Alle berekeningen werden in de achtergrond gedaan door de rekenaars, door de computers, dat waren mensen gewoonweg. Ja?
die daar in de achtergrond, dat waren ook dan meestal dames, die daar in de achtergrond goed verstopt, want niemand mocht dat dan zien natuurlijk. Zeker niet als het zwarte waren, die werden dan nog wat verder verstopt. Maar die deden wel de berekeningen. Ja? Die zorgden ervoor dat Shepard zijn eerste vlucht kon doen, dat Glenn voor de eerste keer rond de aarde is kunnen draaien. Dat zijn mensen die daar in de achtergrond alles hebben zitten uitrekenen. Ja? Computers in die tijd, dat is niet hetgeen dat wij van computers op dit moment kennen. Dus dan moet je sowieso, vind dit, van heel het Apollo-programma, gewoon hetgeen dat men in die 10 jaar gerealiseerd heeft, in de 9 jaar gerealiseerd heeft, als je dat allemaal begint na te gaan met de middelen die er toen waren, want wij, ja, een computer, ja, dat kan alles tegenwoordig. Hè. Maar toen hadden ze geen computer, alles moest men zelf doen. Ja. En dan vind ik dat nog altijd fantastisch, hetgeen dat daar in de jaren 60 gebeurd is. Maar goed, waarom heeft Kennedy dat startschot gegeven? Wel, dat lag allemaal, was de schuld van de Russen. Het is altijd de schuld van de Russen, maar het was de schuld van de Russen. 4 oktober 1957 lanceerden zij de eerste satelliet in een baan om de aarde. Het bekende beep-beep-signaal. Mijn ouders leven nu niet meer, maar zwart, die spraken daar altijd van. 57 de Russen met hun satelliet, 58 de wereldtentoonstelling. Iedereen moest naar dat Russisch paviljoen gaan om daar de ruimtevaartvorderingen van de Russen te kunnen aanschouwen. Dat was in zekere zin een spektakel, dat was ongehoord, dat was een hele prestatie. En de Russen hebben dat dan ook zo gecultiveerd van een overwinning van het communisme uiteraard. Pech voor de Amerikanen, want een goede maand later deden ze nog iets straffer. Zo'n klein bolletje dat biep-biep deed, ja, oké, tot daar aan toe, draaide rond de aarde, maar dat was het dan ook. Nog geen maand later lanceren ze een hond in de ruimte. Dat is niet meer een klein bolletje, dat is een heel hondenhok dat ze daar in de ruimte lanceren, met een al te grote hond in, maar zwat. Dat was toch een iets ander kaliber dan daarvoor. Oké, ze konden die hond, ze wisten nog niet hoe dat ze dat veilig moesten terugbrengen. Dat beestje is ook van de stress gewoon gestorven in de ruimte. Maar qua prestatie kon dat ook wel tellen. En waar dat Amerikanen vooral over het nadenken waren, om dat zoiets te lanceren, dat zijn toch etelijke honderden kilo's. Daar heb je een serieuze raket voor nodig. En als je zo'n serieuze raket nodig hebt die honderden kilo's kan lanceren, dan kan men ook een atoombom maken die rond de aarde draait. En als het moment daar is, kan men die op Amerika laten vallen. Dat zagen ze helemaal niet zitten. En dan moet je eigenlijk weten dat als ze mochten, de Amerikanen een jaar voor de Russen eigenlijk al een satelliet hadden kunnen lanceren. Werner von Braun heeft in september 1956 een raket gelanceerd die dus meer dan 1000 kilometer hoog ging, maar hij moest de vierde trap met zand vullen. Ja, een Tesla, dat hadden ze toen nog niet. Dan moesten ze daar maar gewoon zand in kieperen. Die vierde trap was nodig voor als ze inderdaad iets in een baan om de aarde zouden brengen, moest die vierde trap ook nog wat werk doen. En men wou verhinderen dat von Braun als eerste voor de Amerikanen iets in de ruimte wou brengen. Want president Eisenhower die zei van, kijk, als we een satelliet lanceren, dat moet vanuit een burgerlijke organisatie zijn. En von Braun werkte voor het Amerikaanse leger. Het moest een burgerlijke instantie zijn. Dat was toen de US Naval Research Laboratory, die waren met project Vanguard bezig. Maar die sukkelde bij wijze van spreken van het ene probleem in het andere. En uiteindelijk, om die echt compleet af te gaan, hebben ze dan tegen von Braun gezegd, ja, doe jij het nu maar. En hij heeft dan de eerste Amerikaanse satelliet gelanceerd, Explorer 1, in januari 1958, die dan meteen die stralingsgordels rond de aarde ontdekt heeft, omdat Van Allen, die dan de Van Allen stralingsgordels, kent ze ongetwijfeld wel, die zijn toen ontdekt. Maar het ging van kwaad naar erger in zekere zin, want een paar jaar later, 12 april 1961, we hebben de verjaardag een paar dagen geleden gevierd, vorige week zeker, rond deze tijd, was de schok nog wat groter, toen lanceerde de Russen Yuri Gagarin, de eerste mens in de ruimte. Zelfs, men zei toen, de eerste man in een baan om de aarde. Nu, bij die vlucht zijn er een aantal dingen, uiteraard is dat allemaal achteraf, zijn er een aantal zaken waarbij je dan toch wat kanttekeningen mocht maken. Ten eerste heeft Gagarin geen echte omloop rond de aarde gedaan. Hij is wel in een baan om de aarde gekomen en had ze niks gedaan, is die man blijven ronddraaien een tijdje. Maar ze hebben hem op een gegeven moment, vooraleer dat hij zijn eerste omloop afgewerkt had, hebben ze hem dus het commando gegeven van kom maar terug naar de aarde. Vandaar dat hij eigenlijk niet echt een omloop rond die aarde gemaakt heeft.
Nu, dat tot daar aan toe, maar er waren zogezegd officiële richtlijnen. Als je dus inderdaad een soort van record wou vestigen, dan moest de piloot met zijn toestel niet alleen opstijgen, maar moest hij samen met zijn toestel ook landen. De Russen hebben jarenlang geheim gehouden dat Gagarin helemaal niet met zijn capsule geland was. Hij is op een 7 kilometer hoogte, is hij daar met zijn zetel uit zijn capsule geschoten. Die capsule is naar beneden gekomen en hij is apart aan de parachute neergekomen. En heeft dat jarenlang geheim gehouden, uit schrik dat ze de primeur van hun zouden wegnemen. Ja? Nu, hoe dan ook, hij was de eerste mens in de ruimte. Dat was sowieso iets dat je dus nooit van hen zou kunnen wegpakken. Maar de Amerikanen, ja, die hadden niks op dat moment. Die stonden nog lang zo ver niet. Ze hadden wel hun astronauten gekozen, de beruchte Mercury 7-astronauten. Die waren al wereldberoemd in Amerika, nog voordat ze iets maar gedaan hadden. Ik weet niet of je ooit de film The Right Stuff gezien hebt of het boek gelezen hebt. Zeker doen. Die mannen werden gepresenteerd en die wisten niet wat hen overkwam, want dat was het een geflitst naast het ander. Die kregen direct al vette contracten van Life. Van Life magazine voor hun leven in de boekjes te krijgen en zo. Ook in die tijd, dat is niet veel veranderd in al die jaren in zekere zin. Maar ze waren dus nog wel niet in de ruimte geweest. Dat is dan veranderingen gekomen in 5 mei 1961, dus een paar maanden of een maand na Gagarin. Maar echt vergelijken kan je dat niet doen. Gagarin heeft dus een baan om de aarde gemaakt. Shepard, 15 minuten weg van lancering tot landing. Dat is een paar minuten boven de 100 kilometer, effectief dat je in de ruimte geweest bent, heel even gewichtloos. Dat was het. Ja. En op basis daarvan zei Kennedy dus van, wij gaan als eerste iemand op de maan zetten. Je moet het maar durven. Dat was uiteraard met zijn administratie besproken, dat was met de NASA besproken. Daar is onder andere een anekdote die gaat van, ja, en hoeveel geld gaat ons dat kosten? En er waren dus de politiekers die zeiden, ik weet nu geen getallen van buiten, en zeiden zoveel. En die van de NASA zei, doe dat maar 4. Allee, doe dat maar 4 en misschien nog eerder 5. En het is inderdaad 5 gebleken. Ja. Maar toen zijn ze wel even bleek weggetrokken, dat schijnt. Goed, de primeurs. We hebben de eerste satelliet, we hebben de eerste mens in een baan om de aarde, Gagarin. Dat was met de Vostok-capsule, die zag er ongeveer zo uit. Daar links is dat nog met de laatste trap die dan de eigenlijke capsule in een baan om de aarde moest brengen. Maar als je dat ziet, die eerste vluchten van de Russen, dat was wel heel spectaculair. Zeker als je dat gaat vergelijken met het Mercury-programma. Als je gaat kijken, ja, Yuri Gagarin, eerste ruimtevlucht. Een uurke, bijna 2 uur rond de aarde, normaal gezien, dat kan ongeveer kloppen. En voor een omloop heb je ongeveer 1,5 uur nodig. Dat de lancering en landing, dat duurt wat langer, dus dat wel kan ongeveer kloppen. Tweede vlucht al meteen een volledige dag in de ruimte. Oké, dan hebben ze een jaarke wat voorbereiding gehad. Maar dan lanceren ze 2 capsules tegelijkertijd. Min of meer, 1 dag verschil. Betekent ook wel als vluchtleidingscentrum dat je ineens 2 capsules in de gaten moet houden. Dat je de telemetrie van die capsules in de gaten moet houden, dat je met die cosmonauten moet kunnen spreken, enzovoort enzovoort. Van complexiteit in die tijd was dat wel geweldig, ja. Dat mag je zeker niet onderschatten. Meer, die 2 draaiden niet zomaar rond de aarde tegelijkertijd. Nee, die hebben elkaar opgezocht. Die zijn in mekaars geburen geweest. Dat hebben ze dan nog eens overgedaan met Vostok 5 en Vostok 6. Ja, Vostok 5, niet vergeten, die ging al meteen 4 dagen in de ruimte. Was meteen ook dat vlak al meteen de langste vlucht. Vostok 6, en ik moet dat ook zeggen, gewoon dat was ook maar gewoon om de primeur te hebben, een vrouw in de ruimte. Voor de rest hebben de Russen amper nog vrouwen gelanceerd gehad. Vele jaren later, omdat de Amerikanen ook eindelijk eens een vrouw gingen lanceren, en zeiden de Russen, ja, maar we hebben dat wel eens gedaan, maar gaan ze nog eens een keer voor zijn, dan hebben zij de tweede vrouw gelanceerd. Maar dat was ook alleen maar om de Amerikanen weer voor te zijn. Maar dat zijn we al heel wat jaren verder, dat spreken we dus al over het Space Shuttle-programma. Dat is veel te ver in de toekomst. Nu, als we dan toch over de boekjes hebben, Valentina Tereshkova is getrouwd, en ik moet weer eens even kijken, met Nikolaev. Ja? 2 ruimtevaders die met elkaar getrouwd zijn. En amper een jaar na de trouw was daar een dochterke. Er zijn zo van die geruchten dat dat huwelijk van de moeders was. Niet zozeer omwille van het feit dat die dochter op komst was, maar vanuit de overheid van als 2 astronauten, 2 mensen in de ruimte geweest zijn, kunnen daar nog gezonde kinderen van verder komen. Mooi experiment, zou ik zeggen. De dochter is gezond en wel. En het is dan niet toevallig dat ongeveer op haar 20-jarigste leeftijd dat de ouders dan ook gescheiden zijn. Ik weet niet of dat toevallig is,
Maar dat is even wat roddel tussendoor. Na Vostok kwam het Voskhod-programma. En als we naar die vluchten kijken, dat is echt alleen maar om de Amerikanen primeurs af te snoepen. De Amerikanen hadden het Mercury-programma gedaan, gingen met Gemini beginnen, Gemini. Tweeling, twee astronauten in een capsule, dat kunnen wij er drie lanceren. Amerikanen gingen onder andere tijdens het Gemini-project ook ruimtewandeling doen. Dat moeten wij dan ook kunnen. Dus de eerste Voskhod was de eerste driekoppige bemanning. En de tweede Voskhod, dat was dan meteen de allereerste ruimtewandeling. Diezelfde capsule waar we met drie man in zat, zat men nu met twee man en een luchtsluis. Die luchtsluis nam eigenlijk de plaats in van die derde persoon. Leonov heeft daar de eerste ruimtewandeling gedaan. Dat is uiteraard een tekening en dat is geen andere astronaut die daar een foto van genomen heeft. Maar dat is dus Leonov tijdens die ruimtewandeling. Daar is ook een heel verhaal van dat hij niet meer, als hij terug vanuit de ruimte in de capsule wou kruipen door die luchtsluis, dat hij dan niet meer in kon. Je zit in een ruimtepak, daar zit sowieso een lichtere druk in. Maar je komt in de ruimte, je hebt dus helemaal geen tegendruk meer, dus dat ruimtepak zet sowieso een beetje uit. Maar dat was zodanig uitgezet dat hem eigenlijk bij wijze van spreken te dik was geworden om daar terug in te gaan. De enige oplossing was lucht uit zijn ruimtepak laten, zodanig dat de druk weer afnam. Maar je mocht natuurlijk ook weer niet te veel druk aflaten, want dan raakte hij helemaal niet meer erin, bij wijze van spreken. Dus dat was kantje boordje. Ze hebben dat niet verteld. En de eerste Amerikaanse ruimtewandeling, uiteraard hebben ze daar dezelfde problemen mee gemaakt. Maar de Russen hebben dat dus nooit verteld. Hadden ze dat verteld, hadden de Amerikanen daar uiteraard een beetje rekening mee kunnen houden. Maar zo werkte dat in die tijd niet. Dus dat zijn die twee vluchten. Je ziet ook dat dat kei korte vluchten zijn. Puur en alleen maar die drie man in de ruimte. Weer eens een recordje bij. En de eerste ruimtewandeling winnen primeur bij. We zijn beter dan de Amerikanen. Terwijl de Amerikanen, dus als de Russen met Vostok bezig waren, waren de Amerikanen met het Mercury-programma gestart. Die eenmanscapsule, ja, dat gaat, je ziet dat in die tekening, had daar dus amper plaats in. Dat was echt zo gelijk in een sardinebliksje, letterlijk en figuurlijk bijna. Ja. Maar dat was puur ervaring opdoen met hoe kan een mens in de ruimte, kan die wel functioneren? Ja? Kan die daar eigenlijk wel overleven? Oké, Amerikanen hadden al wel wat apen gelanceerd. Russen lanceerden honden, Amerikanen lanceerden apen. Ik weet nog dat er voor de rest een vergelijking te trekken is, maar zwart. Maar dat werkte wel, dus er was uiteraard wel enige vertrouwen in dat met mensen ook ging lukken. Maar ja, hoe kunnen zij iets doen? Hoe gedraagt men zich? Enzovoort enzovoorts. Eén keer als dat allemaal lukte, ging men dus een beetje verder, omdat men dan inderdaad met naar de maan ging gaan. En men had dus al door van, kijk, als we naar de maan willen gaan, dan moeten we twee ruimtetuigen kunnen laten koppelen. Ja? Dan moeten we ook ruimtewandelingen kunnen doen. En daar diende het Gemini-programma voor, om die dingen helemaal onder de knie te krijgen. En u weet, ze zijn daar in het Vostok-programma ettelijke dagen weg geweest. De langste vlucht in het Mercury-programma was één dag. Hier zijn geen gemeenschappelijke vluchten geweest. Het zijn allemaal individuele vluchten geweest. In het Vostok-programma hadden de Russen op de Amerikanen een geweldige voorsprong genomen. Shepard en Grissom, die zijn 15 minuten weg geweest. Dat is echt een sprongetje geweest. Dat kun je achtereen zelf gaan doen als je Branson of Bezos $250.000 geeft, dan kunnen met hun raket ook eens even de ruimte ingaan. Dat ligt dus nu binnen ons bereik, zal ik maar zeggen. Nog niet mijn bereik, spijtig genoeg, maar wat. En Glenn is dan de eerste Amerikaan die effectief in een baan om de aarde zou draaien. Cooper was dan de langste Amerikaanse ruimtevlucht. Hier zien we zo'n lancering van John Glenn. En je ziet ook dat was nog op het Cape Canaveral, dus op het militaire gedeelte. Daar stonden wel enige lanceertorens naast elkaar. Allemaal uit de tijd dat men daar volop bezig was met die intercontinentale raketten te ontwikkelen. Dat was niks voor niks dat ze daar de Missile Row noemden, omdat dat letterlijk de ene aan de lanceerinstallatie naar de andere was. John Glenn, de eerste Amerikaan in een baan om de aarde, met de Mercury Atlas, de Atlas-raket. Dat mogen we dan ook eens even zeggen, het is tijd om allemaal een knopje verder loszetten, want de Atlas-raket is mede ontworpen geweest door een Belg. Het is een Belg die ervoor gezorgd heeft dat John Glenn in een baan om de aarde is geraakt. Charlie Bossart is dat is een Antwerpenaar, dat ook nog. Ja. Is op 20-jarige leeftijd is hij met een beurs naar Amerika gegaan, mocht hij op MIT gaan studeren, is daar blijven plakken, is bij Convair gaan werken, is daar in dat intercontinentaal ballistic missile programma gerold. En de Atlas-raket,
zonder veel in details te gaan treden, is hij erin geslaagd om normale raket, je hebt dus uw raket zelf, en daarbinnen zitten tanks. Geen gevechtstanks, maar dus brandstoftanks. Hij is erin geslaagd om die twee eigenlijk te laten samensmelten. Uw tank was tegelijkertijd de buitenkant van uw raket. En hij heeft die zo dun gemaakt dat dat ding normaal gezien onder zijn eigen gewicht zou ingestort zijn. Je moest daar dus continu een gas in hebben staan, zoals in een ballonnetje. Als daar geen lucht in zit, is een ballonnetje ook niks. Blaast een ballonnetje op en dat is ook iets stevig. Wel, dat was die raket ook. Er zijn beelden van wat er dus een fit in zat en die raket inderdaad helemaal in elkaar gestoken. Dat is heel raar. Maar de raket werkte wel. En door het feit dat je op die manier enorm veel gewicht kon besparen in je raketconstructie, kon je met dezelfde vermogen, zal ik maar zeggen, meer gewicht in de ruimte brengen. Daardoor ook dat zijn raket verkozen werd om de eerste mens in de ruimte te brengen, omdat er geen andere raket op dat moment eigenlijk echt aankon. Ik ben nooit in Amerika in een lucht- en ruimtevaartmuseum geweest waar ze een Hall of Fame hadden, van iedereen die iets of wat belangrijk gedaan had in de lucht- en de ruimtevaart in Amerika. En vrijwel de eerste foto die je daar tegenkomt, dat was als een Karel. Hè, dus dat was toch wel een leuk moment. Maar hij staat dus gekend als de father of the Atlas rocket. Goed, het Gemini-programma. Het moment om een beetje van de achterstand af te knabbelen, af te knagen. Je ziet ook al, Gemini 7 bijvoorbeeld, al 13 dagen in de ruimte. Als je dat vergelijkt met het Voskhod-programma, oké, Voskhod, geef die Russen hun primeurs. Maar in het kader van ervaring op te doen om als plan op langere termijn om naar de maan te gaan, stelde dan niks voor. Ja, gewoon wat primeurkes binnenhaalt, dat is, kun je niet op verder bouwen. Amerikanen, Gemini-programma zat wel goed in elkaar. De ruimtevluchten werden langer. En ook White heeft hier zijn eerste ruimtewandeling dan gedaan. En de andere vluchten zijn dan ook meer naar die koppeling tussen capsule en een bemande capsule en een onbemand doelwit gegaan. Dat lukte ook niet altijd. Vaak omdat er een lancering van dat doelwit mislukte. Men heeft dan vaak heel veel plannen moeten veranderen en zo, om toch maar een vlucht gelanceerd te krijgen. De eerste koppeling in Amerika tussen een bemand ruimtetuig en zo'n Agena, dat was het doelwit dan, werd gedaan tijdens Gemini 8. Armstrong zat toen achter het stuur. En op het moment dat die koppelden, liep het fout. Dat ding is beginnen rondtollen, omdat er blijkbaar een of ander stuurraketje niet deed wat het moest doen. En dan begon heel dat ding. En ja, ze kregen dat niet onder controle. En het enige dat Armstrong opkwam van te doen was: ja, oké, als we dat hier aan elkaar laten, dan krijgen we nooit onder controle. Dus we moeten dat hier maar gewoon terug ontkoppelen. Maar terwijl dat aan het rondspinnen zijn, is dat niet evident. Dat had ook compleet verkeerd kunnen lopen. Nu, ze hebben daar geluk in gehad. Ze hebben na de koppeling hun capsule onder controle gekregen. En dan zijn ze uiteraard van de NASA direct terug naar de aarde moeten komen. Dat was dus ook meteen de eerste noodlanding. Met het oog op Apollo 11 is Gemini 9A ook een heel belangrijke vlucht geweest. Niet zozeer voor de vlucht zelf, maar omwille van dat eerste lijntje. De bemanning van die vlucht was oorspronkelijk de astronauten C en Bassett. Maar in februari, dus een maand voor hun lancering, zijn die met hun vlieg... Ja, die kregen van de NASA in plaats van een auto. Wij hebben allemaal, sommigen onder ons hebben een bedrijfsauto, die hadden een bedrijfsvliegtuig. Ja, je moet toch zien dat je wat kunt oefenen, dat je vluchturen krijgt. En als die van de een basis naar de andere, dat deze niet met een auto, dat deze gewoon met een eigen vliegtuig. Maar die zijn er dus wel mee gecrashed. Die zijn er eens met een bocht te pakken in een gebouw gevlogen en dat was niet de bedoeling. Maar ze zijn dus gestorven en daarmee dus dat alle bemanningen, de reservebemanningen werden hoofdbemanningen, dat werd allemaal doorgeschoven enzovoort enzovoort. Wat heeft dat nu met Apollo 11 te maken? Die 9A had nog een beetje meer pech, want die Agena die gelanceerd werd, normaal gezien zit daar een beschermkap van vooraf, die moest daar af, want hier moest Apollo aan koppelen. Sorry, de Gemini aan koppelen. Ja, als dat dus nog dicht is, kun je daar niet mee koppelen. Dat is een scène die je misschien ook herkent van een andere James Bond film, ik denk in Moonraker, waar je ook zo ongeveer iets ziet, daar zo rondvliegt, je moet dan maar eens een keer op letten. Dat lijkt zeer sterk op dit beeld. Maar dat ging dus altijd beter en beter. Er werden nog meer ruimtewandelingen. Ruimtewandelingen, dat liep niet altijd even vlot. Zo aan een koren, dat we rondvliegen en zo.
Als ze van de ene kant van de capsule naar de andere kant moesten gaan, zo door de ruimte zwevend met pistolen, met wat gas in en zo, dat ging niet. En ik dacht dat het Aldrin was, de tweede man op de maan, die dan voorgesteld heeft, ja, waarom zet je geen handvaten buiten aan de capsule, zodat we met die handvaten gewoon weg kunnen verder gaan. Dat bleek dus inderdaad de oplossing te zijn om op uw gemak inderdaad in alle rust en kalmte langs die capsule verder te gaan. Ja. Aldrin zelf heeft dan Gemini 12 gevlogen, maar oorspronkelijk hadden Sea en Bassett blijven leven, had Aldrin zijn ruimtevlucht hier nooit gedaan. En no way dat hij ooit dan met Apollo 11 naar de maan zou gevlogen hebben. No way. Ja. Het is dankzij de dood van die twee mensen dat Aldrin hier zijn vlucht gekregen heeft en dat hem dus ervaring had dat hem ook met Apollo 11 naar de maan is kunnen vliegen. Hij heeft daar ook dan een recordruimtewandeling van bijna 5 uur. Dus dat wil ook wel zeggen, okay, ruimtewandelingen hebben we onder controle. Als je 5 uur zonder je echt te vermoeien, dat je alle dingen kunt doen en zo, als je zo ver bent, dan kun je het Gemini-programma inderdaad met succes afronden. Niet dat het dan goed ging. Zowel in Amerika als Rusland. Rusland was dan toch... Rusland heeft in het begin nooit gedacht dat de Amerikanen dat ze dat hard gingen maken, van wij gaan naar de maan. Kennedy daar zei, dan dacht je, de Russen, dat is een politieke uitspraak. Misschien gaan ze wel naar de maan vliegen en dat we ronddraaien, maar landen, dat zien we niet zitten, dat gaan die Amerikanen nooit doen. Totdat de Amerikanen zo ver gevorderd waren, dat het ook bij de Russen begon te dagen, van, oh, die menen dat toch, die gaan dat doen. En toen moesten de Russen ook in gang schieten, en dat was eigenlijk toen al te laat. Maar zwart. Amerika begon met zijn Apollo-programma, Rusland begon met zijn Soyuz-programma, de Soyuz-capsule die nodig was om naar de maan te gaan. En beiden, in hetzelfde jaar, ongeveer in dezelfde periode, toevallig of niet, hebben een ramp tegengekomen, moet ik dat zo wel zeggen. De ramp bij Apollo was de Apollo 1, 27 januari 1967. Dat was, laten we maar zeggen, de algemene repetitie van de lancering die een maand later ging plaats hebben. Virgil Grissom, Ed White, die van de ruimtewandeling. Grissom, dat was degene die het tweede ruimtesprongetje gemaakt had. Die zich zo ingewerkt had bij de ontwikkeling van de Gemini-capsule, dat ze de Gemini-capsule ook wel eens een keer al lachend de Gusmobiel noemde. Omdat hij dat eigenlijk mee ontworpen had, bij wijze van spreken. En dan Roger Chaffee was een derde. Die drie zijn dus in een brand gebleven. Hè, de brand van Apollo 1. Dat Apollo 1... Die Apollo-capsule dat werd gebouwd door een nieuwe firma. Ik vergeet de naam altijd, speelt niet zo'n rol. Maar het was ook de periode dat de ruimtevaart een beetje meer volwassen werd. Het echte jongens onder elkaar, we gaan hier een capsule bouwen, we gaan dan een keer uittesten met die gevechtspiloten die daar dan mee mochten hun inbreng hebben en zo. Die periode werd afgesloten. Apollo was een zodanig groot project. Dat was niet meer over een capsule bouwen. We moesten al 2 capsules bouwen. Apollo, maanlander. De raket, dat was ook zonder weerga, dat was een Saturnus 5 raket, dat was gigantisch. Plus dat er de vlucht op zich, in vergelijking met hetgeen dat men daarvoor gedaan had, zo ingewikkeld was, dat hetgeen dat de NASA daar ook een beetje geleerd heeft, dat men dergelijke soorten van projecten managen. Niemand had daar ervaring mee. Je hebt wel managers, om dat gewoon maar een beetje onder controle te houden, om te zien of dat iedereen zijn taak wel deed en iedereen zijn taak wel goed deed. En de firma die de Apollo-capsule moest ontwikkelen, die hadden zo'n air van... Door alle voorgaande jaren was er veel meer interesse in de stemrichtingen, zoals men dat tegenwoordig noemt. Er waren dus heel wat nieuwbakken ingenieurs die recht van school kwamen, die misschien al een beetje ervaring hadden en die zeiden van... Die astronauten, wat kennen die daar nu van? Wij zijn de ingenieurs, hè? Wij zullen dat ding wel bouwen. Ja? Dat was een firma die daar ook geen ervaring mee had. En die foto is niks voor niks gemaakt. Die is op vraag van de astronauten zelf gemaakt. Dat is de bemanning van Apollo 1. Die hebben dus letterlijk deze foto gemaakt en hadden een grote baas gestuurd van, alstublieft, wij zien dat eigenlijk niet zitten om met die capsule te vertrekken. Ja, wij hebben eigenlijk, om het heel cru te zeggen, geen vertrouwen in die capsule. Maar het gebeurde dan toch. Op een gegeven moment, ze zitten in die capsule met hun ruimtepakken aan, net alsof een echte lancering gebeurde. De capsule bevond zich ook op de raket, met daarboven die ontsnappingstoren. Ze zaten in die capsule en op een gegeven moment, ergens onder de bedrading, onder hun voeten, is er een vonkje ontstaan. Dat heeft enkele seconden geduurd en ineens was de vuurzee daar. Ja. Op 15 seconden tijd
was de hitte in die capsule verzengend, of hoe moet je dat noemen, is de druk in die capsule zo toegenomen, 15 seconden tijd, dat die capsule gewoonweg gescheurd is van de druk. Op dat moment stroomden er allemaal donkere gassen naar buiten, want daarbinnen, ja, dat was, ja, wat zit daar allemaal in? Dat was een, van giftige gassen. Degenen die dan van boven toch nog in een toren zaten, die zijn toegesneld, ja, die konden niet door, want met al die rook, ze hadden wel gasmaskers, maar ja, gasmaskers is ook maar voor een bepaald soort van gas. Die roet en al hetgeen dat daaruit kwam, daar waren die gasmaskers niet geschikt voor. Die, al die mannen moesten terug weg. Zij konden daar sowieso niet aan. Hetgeen dat ook heeft meegespeeld, je moet begrijpen, die mannen liggen daar in een ruimtepak op hun rug. En het luik zat boven de middelste persoon. Dat luik was vastgemaakt met 6, 7, 8 bouten, ik weet het niet van buiten. Die moesten allemaal losgemaakt worden. Ik denk dat de beste tijd dat ze ooit gehaald hadden per bout, dat dan een halve minuut was of zoiets. 15 seconden tijd was dat uitgebrand. En het 6 bouten. Ja. Tweede probleem, stel dat ze er zelfs in geslaagd waren om al die bouten los te krijgen, dat luik ging naar binnen open. Waarom ging dat luik naar binnen open? Dat was een beetje de schuld van Grissom, die hierin zat. Die was tijdens zijn tweede vlucht, toen dat Mercury, de tweede Mercury, dus was neergekomen. Ineens vloog dat luik daaruit. Niemand geloofde hem. Iedereen dacht van, ja, je hebt wel ergens op een knopje gedrukt. Of je hebt, oh, al is het maar onbewust of met je voet ergens tegenstoot. Nee, zegt hem, ik heb niks aangeraakt. Dat luik sprong daar ineens uit. Dat kan niet. Dat is zo altijd een groot mysterie gebleven. Maar men wou dat niet meer opnieuw meemaken. Men wou niet hebben dat zo'n luik er zomaar eens ploep uitsprong. Ja? Dus dat luik moest langs binnen opengedraaid worden. Probleem is, in een normale vlucht, als je op de grond zou zijn, is de druk in de capsule veel lager dan de luchtdruk buiten. Maar je hebt hier een oefening, die luchtdrukken waren min of meer gelijk. Maar door die brand werd er ook veel meer druk in de capsule zelf. Maar je begrijpt ook, ze zeggen dat ook, met een auto die in het water zakt, krijgt die deur niet open, omdat de druk op de deur veel te groot is. Als de druk aan de binnenkant van de capsule veel groter is dan de druk buiten, krijg je nooit dat luik naar binnen gedrukt. En zeker niet als je daar op je rug ligt. Als je omgekeerd zou staan en je kunt er echt aan trekken, dan zou dat misschien nog gaan, maar niet als je op je rug ligt, moet dat maar een keer proberen. Dat is ook een zwaar luik, ja. Dus dat gaat zomaar niet. Dus dat was nooit niet gelukt. Tweede, ja, dus heel die capsule zat vol met was 100% zuurstof. Dat heeft ertoe bijgedragen dat je daar een geweldige brand had. Daar waren redenen voor, maar zwart. Plus ook, wat de astronauten een geweldige uitvinding vonden, dat was Velcro. Je kon daar alles mee vastplakken en je zit daar in een capsule voor oefeningen te doen en wat weet ik wat allemaal. En je hebt een papiertje voor dit nodig. En ja, in de ruimte zweeft alles, in de aarde valt alles, dus je moet dat dan maar ergens vastplakken, dat dat zeker niet gaat vallen, dat je daar nog aan kunt. Dus die hadden overal Velcro voor iets van alles en alles aan te hangen. De Velcro die ze gebruikten was het meest brandbare materiaal dat je kon inbeelden. Dat heeft ook nog eens een keer meegedragen. Ze hadden ook nylonnetten gespannen om ook nog materiaal en zo in te leggen. Dat is ook niet echt geschikt om uw brand tegen te gaan. Ja, en de wijzigingen, ja, NASA, maar dat is bij elke ontwikkeling zo, je stelt een capsule voor, je geeft dat aan de fabrikant en je bent 2 maanden bezig en de plannen veranderen. En de plannen veranderen weer, en de plannen veranderen weer. En als ingenieur moet je dus elke keer maar de nieuwe eisen maar in gaan voorzien. En dat heeft ook misschien wel een beetje meegespeeld. De astronauten zijn trouwens niet gestorven door het vuur, maar ze zijn eigenlijk gestikt. Er zijn in het officiële rapport, geloof ik, staat dat, hadden ze niet gestikt geweest, ik zal zo dadelijk uitleggen waarom ze gestikt zijn, dan hadden ze het misschien nog overleefd. Het is wel 15 seconden verzengende hitte en dergelijke geweest. En ze waren tot tweede, derde graad verbrand, maar dat hadden ze nog kunnen overleven. Maar waarom zijn ze dan gestorven? Wel, ze hebben ruimtepak dat aangesloten was op een zuurstoffles, zal ik maar zeggen. Dat is een darm. Die darm is door dat vuur gesmolten. En wat ademt je dan in? Niet meer de propere zuurstof, maar die vuile damp. En alle astronauten, die 3 zijn gestikt. Ja. Ze zijn dus niet verbrand. Ze zijn ook verbrand uiteraard, maar ze zijn gestorven door te stikken.
Waarom was dat met die zuurstof? Dat had al te maken met de Mercury-capsule. Maar we wouden daar eerst gewoon een atmosfeer in doen, dat gelijk dat we dat op aarde hier hebben, onder een gewone druk. Maar in de ruimte heb je geen buitendruk. En als je in de capsule zelf dezelfde druk hebt als op aarde, ja, dat ding dat wil ontploffen, dus je moest je capsule heel stevig maken. Wat dat extra gewicht betekende, en dat kon zelfs met die Atlas-raket niet naar boven gebracht worden. Dus de druk in de capsule ging maar 1/3 van de druk op aarde zijn. Waarom is men als pure zuurstof overgegaan? Omdat dat mengsel van zuurstof en stikstof, dat moest dan goed onder controle gehouden worden. En de sensoren die ze hadden om al die combinatie, om dat te meten, die percentages te meten, die waren zo gevoelig niet. Ja. Men kreeg dat niet voor elkaar. Vandaar dat men gewoon overgegaan is naar pure zuurstof. Men heeft daar ook, dat heeft in een van de teksten die ik gevonden heb, heeft er ook iemand daarover nagedacht, ja, maar wat met het brandgevaar, pure zuurstof, dat is nu toch niet het meest voor de hand liggende. Wel, Mercury was zodanig klein, zelfs als daar een brand zou ontstaan, je zou die zuurstof zo snel hebben opgebruikt, dat je daar eigenlijk onmogelijk in kon verbranden. Op voorwaarde natuurlijk dat je ruimtepak aanhaalt. Ja. Het probleem alleen was, Apollo was natuurlijk veel groter, veel meer zuurstof, dus als je 100% zuurstof hebt. En aangezien dat je op de grond zat, op de grond ging men niet werken met die 1/3, want dan zou die capsule weer geïmplodeerd, hè, want dan was de druk van buiten weer veel groter dan de druk van binnen. Dus daarom dat men in de capsule dezelfde luchtdruk als daar buiten, met de brand, grotere luchtdruk, kreeg de deur niet open. Dus het heeft allemaal weer wel zijn redenen. Wat heeft men dan na Apollo gedaan? Bij de lancering zou men dus wel werken met de gewone luchtcombinatie en een keer men in de ruimte was, zou men langzaam overschakelen naar die 100% zuurstof. En het luik heeft men dan ook zodanig aangepast dat dat nog maar in 2 delen bestond. Het oorspronkelijke luik bestond uit 3 delen en dat je dan al 7 seconden al kon open krijgen. Ja. Soms moeten de rampen gebeuren om u met de neus op de feiten te drukken dat je niet goed bezig bent. Wie ooit op het Kennedy Space Center geweest is, die heeft misschien wel gezien in het Apollo, dat is een speciale loods waar dat de Saturnus 5 is ondergebracht, waar dat ook heel wat rond Apollo uiteraard te zien is. En in het hoekje van achter heeft men dus ter nagedachtenis van de Apollo 1 astronauten een soort van memorial gemaakt. En daar is dat luik van de Apollo 1 capsule ook te vinden. De memorial, de ingang ziet er ongeveer zo uit. Als je ooit in Florida bent, zeker bezoeken. Niet alleen om deze reden, maar Kennedy Space Center is sowieso het bezoeken waard. Wat is er bij de Russen gebeurd? Ongeveer in dezelfde periode. De nieuwe capsule moest getest worden, de Soyuz 1. Apollo 1, Soyuz 1. En dat ding was ook langs geen kanten in orde. Ja? Er wordt zelfs beweerd dat Komarov op het moment van zijn lancering al wist, dit overleef ik niet. Of het echt zo erg was, dat weet ik niet. Maar het zegt wel iets over de ongeschiktheid van die capsule om gelanceerd te worden. En dat zijn de restanten van de capsule. Dat ding is dus gewoon neergestort. Is in brand geschoten. Op het internet kunnen nog andere foto's zoeken, maar die heb ik om wel duidelijke reden niet willen laten zien. Dit is gewoon de capsule, de restanten daarvan. Beide programma's hebben dus een tijd stilgelegen. En dan komen we toch stilletjes aan bij het onderwerp van vanavond, de Apollo 7. Maar heel de intro was denk ik wel een beetje nodig om de rest van de volgende voordrachten een beetje te kunnen kaderen. Nog heel kort, voordat we echt de Apollo 7 gaan doen, een aantal vergelijkingen maken tussen de Amerikanen en de Russen. Dat zijn de genieën erachter, ja? Achter de schermen. Bij de Amerikanen was dat Wernher von Braun, de man die Antwerpen de bijnaam The City of Sudden Death heeft bezorgd. En met zijn V2-bommen is dan na de Tweede Wereldoorlog naar Amerika gevlucht. Met opzet, hij kon kiezen, oftewel vluchtig naar de Russen ofwel vluchtig naar de Amerikanen. Is naar de Amerikanen gevlucht. Heeft daar dan zijn droom van ruimtereizen en naar de maan gaan en zo kunnen realiseren. En hij is vooral de man van de maanraket geweest, dus van de Saturnus 5-raket geweest. De capsule zelf en zo, ik weet niet of hij daar echt bij betrokken was. Ik denk dat hij voornamelijk de raket mee ontworpen heeft. Wernher von Braun was in Amerika een heel gekend figuur. In de jaren 50 heeft hij zelfs met Walt Disney tekenfilmpjes gemaakt over de ruimtevaart en zo. Dat was een ongelooflijk succes. Het staat ook allemaal op het internet, op YouTube te vinden en zo. Of dat ze nog het bekijken waard zijn. Met een zekere nostalgie gaat dat wel lukken, denk ik. Maar
Het is de animatie van de jaren 50, dan moet je daar dus ook bij denken, uiteraard. Maar hij is daardoor wel een zekere status gekregen in Amerika. Ten tegenhanger in Rusland, niemand kende die. Bij de Amerikanen was die totaal onbekend. En in Rusland, de man in de straat had daar nooit van gehoord. Je moest al een bepaalde rang hebben in heel het Russische of Sovjet-Unie-gerelateerde militair apparaat, om te weten dat er zo iemand bestond die in de achtergrond eigenlijk alles uitdacht. Korolev was de nobele onbekende, niemand kende hem. Heeft ook een tijd op strafkamp gezeten in Siberië en zo van die toestanden. Je ooit moet dat levensverhaal van een keer lezen, dus als je dat vergelijkt met von Braun, dat zijn totaal andere verhalen. Maar hij was dus wel het grote brein, niet alleen achter de raket, maar ook achter de capsule. De man deed letterlijk alles. Het probleem was alleen, in 1966 stierf hij. In volle strijd naar de maan. Het probleem was ook, ja, bij de Amerikanen hebben dat ook wel, dat de NASA stelt voor, we gaan een capsule bouwen om naar de maan te gaan, we hebben een raket nodig om naar de maan te gaan. Iedereen kan wel voorstellen, indien moet ik kiezen dat dan, en that's it. Iedereen legt zich daarbij neer. Bij de Russen blijft er altijd naijver. Ze proberen altijd het geld van de anderen af te pakken voor andere projecten. Er zijn 2 jaar lang dat de Russen geen geld kregen voor hun maanprogramma. Ja, waar dat de Amerikanen bij wijze van spreken een lopende kraan hadden, waar dat geld zomaar uitstroomde. En je zit dan 2 jaar zonder geld, dat er niks kan gebeuren. Zo kun je geen race winnen natuurlijk. Plus het feit, ja, toen hij stierf, dat was sowieso een hele dikke tegenvaller. De Saturnus V-raket, zo beroemd geworden dat we ze tegenwoordig in Lego kunnen nabouwen. De tegenhanger bij de Russen, dat was de N1-raket. Ook een gigantische raket, die is 4 keer gelanceerd geweest, 4 keer ontploft. Zo kun je natuurlijk ook niet op de maan geraken. Hè. Dat heeft misschien wel iets te maken met de complexiteit van de raket. Als je bijvoorbeeld vergelijkt, de eerste trap van de Saturnus V-raket, die had 5 motoren. 5 gigantische motoren, oké. De eerste trap van de N1-raket, die had 30 motoren. Ja. Dat betekent ook 30 pijpleidingskist. Dus een loodgieter had daar wel zijn merk mee om dat allemaal gedaan te krijgen. Plus ook dat je je ook moet voorstellen, dat moet ook allemaal wel aangestuurd worden door de boordcomputer en zo. Die raket was in zekere zin misschien een beetje te complex, te ingewikkeld voor de technologie die men op dat moment had. En ja, ik denk dat in 1971 dan de ontwikkeling van de N1 is stopgezet. Maar ja, toen waren de Amerikanen allang op de maan geweest. De capsule die men daarvoor ging gebruiken, uiteraard was dat bij de Amerikanen de Apollo-capsule. Bij de Russen had men 2 verschillende capsules die wel allemaal op de Soyuz gelanceerd, gebaseerd waren. Dat was een Soyuz om rond de maan te draaien en een Soyuz die dan met de maanlander naar de maan zou vliegen. Ja. Dat betekent ook weer dubbele ontwikkelingen enzovoort. Of dat een heel verstandige keuze was, gaan we hier in het midden laten. Uiteraard was er ook een maanlander en om echt de tegenstelling te laten zien, de Amerikaanse maanlander is effectief op de maan geland. De Russische maanlander staat stof te verzamelen ergens in een of andere fabriekshal. Ik heb ooit het geluk gehad om dat ding in levende lijven te zien en ik kan u inderdaad bevestigen, dat lag vol met stof. Ja, in plaats van dat ergens in een museum te zetten, spijtig genoeg was dat toen niet het geval. Ik weet niet wat dat ondertussen gebleven is. Goed, yes, eindelijk. Begint tijd te worden, denk ik ook. Hè. Ja, begint tijd te worden om aan Apollo 7 te beginnen. Waarom de lange inleiding? Wel, eigenlijk is er over Apollo 7 niet veel te vertellen. Apollo 7 is de testvlucht geweest van die Apollo-capsule. De Apollo-capsule werd voor het eerst bemand getest. En dat is keigoed gelukt. Dat is het verhaal van Apollo 7. Maar er is gelukkig nog wel een aantal andere dingen over te vertellen. Laten we eerst kennis maken met de bemanning. Commandant van de bemanning, Walter Schirra, de man hier links op de foto, dat was een die wel het een en ander op zijn actief had staan. Ging de eerste ruimtevaarder worden met 3 ruimtevluchten. Ja, Apollo 7 zou zijn 3e ruimtevlucht worden. En was ook de eerste en de enige die ooit zowel met Mercury, Gemini als Apollo gevlogen heeft. Nooit iemand anders heeft hem dat nagedaan. Zijn 2 metgezellen waren groentjes, dat was voor beiden hun eerste ruimtevlucht. Nu, Schirra, die stond bekend vooraleer dat er
de brand van Apollo 1 was, als een zeer aimabele, plezante, gezellige astronaut. De brand met Apollo 1 heeft hem zodanig aangegrepen dat hij als het ware in de fabriek naast hun capsule is gaan slapen. Al hetgeen dat er aan die capsule gebeurde, als dat er zo ineens een technieker aankwam en die haalde daar iets uit. Ja, maar ho, waar gaat het dan mee heen? Waarom haal jij dat eruit? Is er een reden voor? Is daar een papiertje voor? Heb je dat bevel voor gehad? Waarom doe jij dat? Ik wil dat weten. Want, en ik ga even citeren. You roasted three guys in that thing already. You're not going to roast me. Je hebt er al drie gebakken in dat ding, je gaat mij ook niet bakken. Hè? Dus die was volledig geobsedeerd, misschien is het woord, ik weet het niet, maar dus van die plezante kerel is niet veel meer overgebleven. Over Don Eisele en over de in het bijzonder en de astronaut in het algemeen is er ook nog een leuke, we zitten terug even in het roddelhoekje. Sorry, dit is, hoe noemt hem eerst? Shira, ja. Tijdens zijn twee vorige vluchten en na Apollo 7 is hij gestopt en hij zou samen met Cronkite, de grote man, de grote commentator van alle Apollo-vluchten in Amerika, hij zou alle, samen met Cronkite zou Shira dus alle bemande maanlandingen commentariëren. Ja. Over Don Eisele, en nu zitten we even in het roddelhoekje, die heeft een paar keer naar zijn voeten gekregen van Slayton. Wie was Slayton? Slayton is de enige van de Mercury 7 die met Mercury geen vlucht gedaan heeft. Er zijn maar zes vluchten in het Mercury-programma geweest. En Slayton was degene die geen vlucht mocht doen, omdat hij fysiek afgekeurd werd. Ik denk dat hij iets aan zijn tikker was. En hij mocht dus niet meer mee. Hij heeft later in 1975 toch zijn ruimtevlucht kunnen maken, maar zwat. Hij mocht niet mee en hij werd dan maar de baas van de astronauten. Hij ging de selecties bepalen. En hij heeft altijd tegen iedereen gezegd van, kijk, zoals als je in die bemanning zit, er kan altijd iets gebeuren dat ik er u uithaal. Iedereen is vervangbaar. Het was niet omdat Eisele een slechte astronaut was, maar hij kleurde al eens een keer buiten de lijntjes. Hij zat en de vrouwen van de astronauten, iedereen wist dat ongeveer, het was hij niet alleen, maar bij hem viel het blijkbaar wel zodanig op. Hij lag een beetje te foefelen. Hè. Dat mocht niet in de pers komen, want de astronauten waren die All-American guys, die stonden voor, ja, voor wat allemaal. Maar dat die daar buiten de lijntjes gingen kleuren, met andere vrouwen in bed lagen en zo, dat mocht niet geweten zijn. Ze moesten propere, brave burgers zijn. Dus een haakjes, ook als je de Right Stuff gezien hebt, dan zie je die mannen zo regelmatig naar hotels gaan en bars gaan en zo, waar ze dan met allerlei vrouwelijk schoonlijke zich liggen amuseren. Ze hadden daar ook een bijnaam voor geworden, de Cape Cookies. Dus als je ook nog eens koekjes gaat eten in Florida, pas daarmee op. Hè. Zijn vrouw is dan om de lieve vrede en als plicht naar het vaderland toe bij hem gebleven, totdat de vlucht gedaan was, hij uit de nazen gegaan is en ze zijn dan gescheiden en hij is dan later blijkbaar wel met dat meisje van die buitenechtelijke relatie getrouwd geraakt. Maar het heeft dus kantje boordje geweest dat hij mocht meegaan in deze vlucht. Goed, een andere speler is even voorstellen, de Apollo-capsule zelf, ik heb er nu al veel over verteld. Apollo-capsule bestaat uit twee delen. Je hebt de command module en de service module. Wat is de command module? Dat is dat kegelvormige ding dat er van bovenop staat. Dat is het verblijf van de astronauten, zowel tijdens de lancering, de landing en heel de vlucht daartussen. Ja? Dat is de leefruimte waar ze al hun tijd, hoe lang dat de vlucht ook mag duren, zullen doorbrengen. Het was een beetje ruimer dan de twee vorige capsules, gelukkig had er zelfs een beetje privacy in, waar je in, ja, Mercury zat je alleen, in Gemini waart je met twee, maar gelijk daar zo naast elkaar, heel veel privacy hadden daar ook niet. We gaan daar op het einde nog heel even op terugkomen. De service module, dat was het gedeelte, de cilinder, zal ik maar zeggen, die eronder zat. Dat is dus dit gedeelte hier, daar zit alle apparatuur in die je nodig hebt om die ruimtevlucht te doen slagen. Er zit de motor in, de brandstof in, de zuurstof in voor de astronauten, de communicatieapparatuur, de brandstofcellen voor de elektriciteit, al dat soort van dingen, dat zit in de service module in, vandaar ook de naam. En die twee vormen samen dan de Apollo-capsule. Apollo 7 werd niet gelanceerd met de Saturnus V-raket. Saturnus V-raket was gebouwd om naar de maan te vliegen. Deze vlucht was de eerste vlucht van die Apollo-capsule. En als je zoiets gaat uittesten, dan doe je dat gewoon in een baan om de aarde.
Daar had u strafraket niet voor nodig, dus daarvoor werd de Saturnus 1b gebruikt. Saturnus 1b bestond uit twee trappen. Een eerste heel speciale, ik heb altijd een zeer vreemde constructie gevonden. De tweede trap was hetgeen dat in de Saturnus 5 de derde trap zou worden. Het enige verschil was in de Saturnus 1b, die moest die Apollo-capsule gewoon in een baan om de aarde brengen. In de Saturnus 5 moest die trap niet alleen de capsule in een baan om de aarde brengen, maar moest die trap ook nog een tweede keer werken om dan de capsule richting maan te duwen. Die motor moest twee keer kunnen ontbranden. En dat is de S4B400, dan degene die twee keer kon ontbranden. Deze kon maar één keer ontstoken worden. De oorspronkelijke Saturnus-familie die Werner von Braun voor ogen had, zag er redelijk imposant uit. Maar uiteindelijk is de Saturnus C1 in een iets aangepaste versie en de Saturnus C5, dat is dus de Saturnus 5 dan geworden, dat zijn de twee enige uiteindelijk die gerealiseerd geweest zijn. Alle anderen zijn niet gebouwd. Ik wil er hier ook nog eens een keer op wijzen, je gaat dat zelfs in de foto's ook nog wel zien. Er zijn een aantal versies waar dat zo'n toren op staat en een aantal versies waar dat toren niet op staat. Dat is de ontsnappingstoren. Zo dadelijk daar meer over. Hier heb je die eerste trap. Dat was een combinatie van brandstoftanks. Ik weet niet of dat er ooit iets gelijkaardig... misschien wel, maar dat is toch een niet veel voorkomend constructie in een eerste trap. Met brandstoftanks die naast elkaar liggen en zo verder. En hier had je dus die Saturnus 4B. Bij deze raket de tweede trap, bij de Saturnus 5 de derde trap. Cryogene brandstof, dus vloeibare zuurstof. Vloeibare waterstof. Saturnus 1b, daar zijn wel heel wat lanceringen mee gedaan. Vooral in het begin heel wat onbemande lanceringen. Was ook de raket die zou gebruikt worden voor de Apollo 1. Maar die is dan later voor een onbemande testvlucht gebruikt. Voor de allereerste maanlandertest, onbemande vlucht van een maanlander. Apollo 7 dus, en later, na het Apollo-programma, met een overschot die men nog had. Want drie Apollo-vluchten zijn nooit doorgegaan in 18, 19, 20. Zelfs 21, als ik goed vernomen heb. Maar dat materiaal was wel gebouwd en men heeft die dan gebruikt om Skylab te doen en in 1975 om met de grote dikke vrienden van Rusland om dan toch eens een keer samen capsules aan elkaar te koppelen. Zijn de Apollo's en de Soyuz voor één keer aan elkaar gekoppeld. Dat was in 1975, toen dat Slayton blijkbaar zijn tikker genezen was en mocht hij toch nog een ruimtevlucht doen. Dit even tussen haakjes. Dat zijn de verschillende lanceringen van de Saturnus 1b. Waarom? Ja, dat zijn allemaal bemande sowieso. Apollo 7 was hier de eerste bemande. Je gaat bij een bemande lancering, dat zie je ook bij de Russen, gaat je bovenop die raket dat extra torentje zien. Dat is de ontsnappingstoren. Als er met de raket iets misloopt tijdens de lancering, dan kan die ontsnappingstoren de capsule, en je ziet, je hebt hier de service module, daarboven heb je de command module, daar zit dat toren op. Dat toren kan in geval van problemen die command module wegtrekken, kan de bemanning van de ontploffende raket dus in veiligheid brengen. Bij onbemande lanceringen ziet je dat niet. Ja. Dan gaat je satelliet die erin zit wel mee stuk, maar zo wat, er zitten geen mensen in. Die extra kost van die ontsnappingstoren gaat je bij onbemande lanceringen niet doen. Dat zal meestal ook, denk ik, niet helemaal kunnen, omdat capsules nu één keer gebouwd zijn. Bij de Space Shuttle was een ding waar zoiets niet mogelijk was. Vandaar ook dat met Challenger, de bemanning, toen dat de boel ontplofte, niet weg kon, dat die ook zijn moeten sterven eigenlijk. Ja. De motor van de Apollo-capsule, dat was geen klein ding. Dat was een vrij grote motor, zeker als je dat vergelijkt met de maanlander. De maanlander had twee motoren. De eerste motor was om de maanlander op de maan te laten landen. En dan moet je, in plaats van naar beneden te vallen, moet je zien dat dat ding kan afremmen. Daarvoor heb je die motor nodig om dan uiteindelijk zacht te landen. Dat is dan deze. Het stuk dat opsteeg, dat was maar de helft van uw maanlander, want de onderste helft bleef op de maan staan, dien als lanceerplatform. De bovenste helft, wat al veel lichter was, dat schoot dan weg. Daarvoor had je dus ook een veel kleinere motor nodig. Die moest zo krachtig niet zijn. Hoe komt het dat die Apollo-motor zo groot en zo krachtig was? Wel, oorspronkelijk had men eigenlijk de bedoeling om de Apollo-capsule als maanlander te gebruiken. Om eigenlijk heel die capsule, als die bij de maan aangekomen was, zou die dus afgedaald zijn, geland zijn en dan terug opgestegen zijn. Je had dus veel meer massa die terug moest kunnen vertrekken. Vandaar ook dat die motor berekend was om een veel grotere massa te stuwen. Later zijn dan de plannen aangepast. Dat is een heel verhaal waar we hem ook wel een uurtje kunnen over vertellen. Dat gaan we niet doen. Maar die motor was eigenlijk te krachtig voor het werk dat die uiteindelijk moest doen. Maar die moest wel
een aantal belangrijke manoeuvres doen. Moest ervoor zorgen dat de capsule afgeremd werd, zodat de capsule in een baan om de maan kon komen. En moest er uiteindelijk ook voor zorgen dat de capsule terug naar de aarde kon komen. Dus dat je, als je een baan rond de maan draaide, dat je dus wat extra gas kon geven. Het was wel heel duidelijk dat, vooraleer men met Apollo 8, 9 en 10 en zo verder ging gaan, dat deze vlucht perfect moest zijn. Als er iets fout zou gelopen hebben, iets ernstig fout zou gelopen hebben, dan moest die testvlucht opnieuw gedaan worden. Ja? En dat schoof alles op. Dan zou Apollo 11 niet de eerste maanlanding geweest zijn, maar Apollo 12 bij wijze van spreken. Ja? Deze eerste vlucht moest zo goed als perfect verlopen. Wat waren de doelstellingen? Uiteraard het testen van de command- en servicemodule. Ook testen van het vluchtleidingscentrum. Ja, dat is volledig. De eerste keer een bemande vlucht, nieuw vluchtleidingscentrum. Dat moest ook allemaal werken. Als dat ding gewoon wegcrasht, ja, dan laat je de astronauten aan het lot over. Dat is ook niet direct de bedoeling. Over het derde lijntje gaan we zelfs nog wel wat meer vertellen. En uiteraard ging die eerste vlucht, ook al bleef die in een baan om de aarde gebeuren, die moest zo lang kunnen duren als je nodig had om naar de maan en terug te vliegen. Ja. Je ging dus geen 2 dagen, je ging een 10 dagen of iets dergelijks de ruimte in. She's riding like a dream, dat was Shira's in een commentaar op de lancering, maar voor de lancering waren er al wel wat wrijvingen. Er was een kans dat de lancering niet zou gaan doorgaan, omdat men wind op grote hoogte had. En dat kon bij een abort, als dus de ontsnappingstoren in werking moest treden en de capsule zou wegtrekken. Als daar te veel wind was, kon die capsule daardoor misschien weggeblazen worden. Met de vorige versie van Apollo wisten ze dat zou zware problemen gegeven hebben. Maar met de nieuwe versie zag men dat wel zitten, was de kans kleiner dat er de astronauten iets zou overkomen. Dus men gaf toch licht op groen om die lancering te laten doorgaan. Shira die zei, nee, regels zijn regels. Deze lancering gaat niet door. Maar ja, er ligt daar van boven op die raket, je hebt daar uiteindelijk ook niet veel te zeggen. Dus die lancering is wel doorgegaan. Maar Shira was toen ook weer niet echt goed gezind. Maar de lancering zelf liep perfect. De raket deed wat ze moest doen. Ik zeg wel, de lancering liep perfect. Lancering die trouwens niet van op het Kennedy Space Center gebeurde, maar die nog gebeurde van op Cape Canaveral. Ja. Dat is ook de enige bemande Apollo-lancering op Cape Canaveral. Al de rest is op het Kennedy Space Center gebeurd. Lancering zelf, zoals je hier ziet, mooi verlopen. Main engine cut-off van de eerste trap. Dan de scheiding tussen de twee trappen. Ontsteking van de tweede trap. Stilleggen van de tweede trap. En men komt dan in een baan om de aarde. Nu, de lancering zelf, als die gebeurt, op het moment dat die raket daar op het lanceerplatform staat, wordt de raket, de capsule, gecontroleerd vanuit het controlecentrum in het Kennedy Space Center. Is het launch control op het Kennedy Space Center dat de controle doet. Van zodra de raket de lanceertoren verlaten heeft, dus van als de lanceer tot hier gaat en de raket komt erboven, dan wordt de controle overgenomen door Mission Control. Dat was in Houston. Ook compleet nieuw allemaal. Wat gebeurt daar? De raket is 1,5 minuut weg. Al een elektriek uitgevallen. Kijk hoe. Dat heeft 2 minuten geduurd eer dat alles terug opgestart was. Al goed dat die raket die mensen niet echt nodig heeft. Die zijn er ook maar vooral om de boel stil te leggen. Dus die raket is gelukkig goed gegaan. En dat is allemaal perfect verlopen. Voor de astronauten daarboven, voor daar beneden zal het wel iets meer stressig geweest zijn, denk ik. Maar de raket, dat was keigeweldig perfect gelukt. Hoe ziet zo'n maanvlucht eruit? Wel, dus op een gegeven moment, je zit in de baan om de aarde, je een derde trap van de Saturnus 5 stuwt, dan je capsule richting maan. Maar je hebt dus hier de derde trap en je hebt je Apollo-capsule. Je Apollo-capsule komt er dan uit, moet zich omdraaien, vliegt terug naar die derde trap, want de maanlander zit daar nog in. Die moet hij nog gaan ophalen. En dat manoeuvre, dat moest die capsule ook kunnen. Dus dat manoeuvre werd in een baan om de aarde uitgetest. Hier ziet je dan nog eens een keer getekend. Ja, je kunt dat niet anders verzinnen. Je kunt die maanlander daar niet al opzetten. Want je zegt, ja, waarom heb je heel dat manoeuvre nodig? Zet die maanlander daar van bovenop. Maar dan kun je geen ontsnappingstoren zetten. Kunt je daar van onder ook niet aanhangen, want je motor zit daar in de weg. Dus je kunt niet anders dan je capsule eruit laten vliegen, die omdraaien, terug te vliegen, vast te koppelen en dan die maanlander daar uit te trekken. Nu, in die derde trap, of in die S4B, daar zat uiteraard bij deze vlucht geen maanlander in. Maar je kunt wel eens een keer naar die trap toe vliegen voor te zien, kunnen we dat wel? Want als je dat niet kunt, dan zit ook al mijn probleem. Vandaar deze prachtige foto's. Hier hebben ze de capsule omgedraaid,
Ze vliegen terug naar die derde trap, die uiteraard, dat is de bovenkant van een van de brandstoftanks, en je ziet dat er inderdaad niks in zit. Je ziet wel dat mocht er normaal anderen hebben ingezeten en ze moesten die daaruit halen, dan was er een probleem. Want die vier kleppen, die adapter die daar ergens tussen zit, die was niet volledig open gegaan aan de ene kant. Ja? Je ziet dat hier best zeker, in deze foto zie je dat heel goed, dat is niet volledig open. Als die capsule daar naartoe moest vliegen, is het nog maar de vraag geweest van, was dit een echte maanvlucht geweest? Moesten ze effectief de maanlander gaan ophalen? Of dat het sowieso wel mogelijk geweest was om die daaruit te trekken? Wat heeft men dus na deze vlucht beslist? In plaats van die dingen daaraan te laten hangen, we knallen die daar gewoon af. Weg is weg. Nog een paar schone foto's. Maar dat is dus dat docking target, gelijk dat je dat ook ziet. Als er een sonde of een capsule zich koppelt aan het DSS, dat ding dat staat nooit in het midden, dat staat er altijd opzij. Omdat natuurlijk als die twee naar elkaar toe vliegen, hier gaat er niks meer zien, want die dingen moeten in elkaar passen. Uw docking target, waar dat je op richt, waar dat je op mikt eigenlijk, ligt dus eigenlijk buiten de centrale assen van de twee voertuigen. En vanaf dan was stikken aan bras. Je ziet dat aan deze gezicht, Shira. Hij was al niet goed gezind op het moment van de lancering. Hij was eigenlijk de jaren daarvoor eigenlijk al compleet veranderd. Maar die mannen zijn in de ruimte, ze hebben daar die een test gedaan met die trap. En Shira werd verkouden. Nu, je moet weten, in de ruimte, als je daar in een gewichtloze toestand in die capsule zit, de vloeistoffen in je lichaam verplaatsen zich, het bloed stijgt naar je kop, want er is, dat wordt niet naar beneden getrokken. Je hebt veel water in je lichaam zitten, dat komt ook naar je kop. Je krijgt dus letterlijk een dikke kop, hè? Of full moon face, een volle maansgezicht. Natuurlijk, als dat hier allemaal in je kop komt, je neus hier, die gaat een beetje verstropt geraken. En je zit continu met een verstropte neus. Dat is ook een van de redenen dat het voedsel in de ruimte niet goed smaakt, omdat je niet kunt rieken. Astronauten willen altijd goed gepeperde, goed gekruid voedsel, omdat ze het niet kunnen ruiken, dus die smaak moet sowieso sterker zijn. Even tussen haakjes. Maar als je daar dan nog eens een keer een verkoudheid bovenop krijgt, dan is je neus om te ontploffen, letterlijk en figuurlijk. Dat is helemaal geen fijn gevoel. En als je dan zo nog 10 dagen rond de aarde moet draaien met een dikke neus, je zou wat minder aan de tand worden. Verkoudheid in een kleine ruimte en je zit daar met drieën. Die twee andere immuunwondheid waren die dus ook verkouden. Dus je zat met 3 gasten die dat dus echt niet meer zagen zitten. Ten tweede was dat ik hem ook een beetje tegen. Dat was het feit van de Amerikanen hadden na Apollo 1 2 jaar lang geen ruimte, geen bemande ruimtevlucht meer gedaan. Eindelijk mogen ze nog eens terug in de ruimte. Dus ze willen van alles uittesten. Dat is een nieuwe capsule. Ze willen van alles uittesten. Dus dat schema van die astronauten, die planning, dat zat eivol. Minste vertraging dat erop trad met iets of anders ding. Dan liep alles in het honderd, dan was stikken en bras. Wat mogen we schrappen? Wat mogen we niet schrappen? Nee, je moet alles uitvoeren. Ja, dat zal wel. We hebben daar geen tijd voor. En bla, 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 bla. Dus dat begon daar al vrij snel tegen elkaar op te wringen. En dat was het moment daar om een eerste tv-uitzending te doen. Voor de allereerste keer in de geschiedenis, live vanuit een capsule. Heel Amerika zou toekijken. Wat zegt Shira? No way. Ja. Ik heb daar geen tijd voor, ik ben verkouden, ik heb nog niet gegeten. Vergeet dat maar. Ja. Je gaat er dan nog niet bij tussenvoefelen, we zitten nu al met alles over op in het tijdschema. Dat gaat hier niet door. NASA was not amused. Hè. Maar de uitzending is niet doorgegaan. Het ging wel zo erg, op een gegeven moment moesten ze een test doen en dat liep compleet in het honderd en wat dan ook. En hetgeen een astronaut nooit zou doen, dat is iemand beneden aan zijn voeten geven. Wat zei Shira? Als je ooit die idioot zijn naam kunt geven als ik terug ben, dan zal dat eens een keer een hartig woordje mee gaan spreken. Ja. Dus je kunt begrijpen dat het vluchtleidingscentrum ook niet echt te spreken was over die astronauten. En die astronauten waren met over niemand niet te spreken. Dus dat was geen gezellige vlucht. Maar dan komt de tweede geplande tv-uitzending die dan effectief zou doorgaan. En dat waren de tofste astronauten die je ooit gezien hebt. Die uitzending, dat was zo'n succes. Ze noemden dat de Wally, Walt en Don Show. Live from the Apollo Room, High Above Everything. Dat was zo'n succes dat ze daar later zelfs een Emmy voor gekregen hebben. De rest van de vlucht is niemand over te spreken, maar ze hebben er wel een Emmy voor gehad. Heel belangrijk was dus het testen van die SPS. En de eerste keer dat ze die ontstaken, de ene keer was ze nog eens een keer goed gezien, Shira, want het moet uitgeroepen hebben op het moment dat we dicht, dat hadden dat niet verwacht, je bent een hele tijd gewichteloos.
ineens komt daar die motor, dat geeft inderdaad de nodige versnellingstoestanden. Moet hem dan à la Flintstones, ja, we dat bedoel geroepen hebben. Het was wel een keigeweldige ontsteking. En ook de commentaar van Aizel achteraf laat niet aan onduidelijk te wensen over. Nu goed, de vlucht verloopt verder, alles verloopt prima, geen problemen. En dan is het tijd om terug te komen. Dat is voor de lancering. Nu was alles nog koekenij tussen bemanning en Slayton. Slayton staat daar rechts. Als astronauten terugkwamen, zo was toch de bedoeling ook met Apollo, dan moesten ze, voordat ze de dampkring indoken, hun helm opzetten. Dat is onder andere, stel dat er iets fout gaat, dat er drukverlies is, moet je een helm op hebben. Maar ook, als de capsule in het water landt en je komt een beetje ongelukkig neer, dan kan door de slag uw nek gebroken worden. Daarom zet je een helm op, dat beschermt u. De schrik die Shira had, was met zijn verstropte neus, die een helm op. Je weet hoe dat zit, dat met druk in je oren en zo van de toestanden. Dat hem zijn trommelvlies is omscheuren. Allee, dat ging van alles fout gaan met zijn kop. Hij zei, ik zet die helm niet op. De vluchtleiding, de capcom en de astronaut die de communicatie doet. Ja, er wordt hier wel aangeraden dat je dat doet en vriendelijk blijven en zo. No way dat ik die helm opzet. En die twee anderen die deden mee natuurlijk. Ja, die, de commandant kunnen ze niet tegenspreken. No way dat ik die helm opzet. Dan zijn ze er Slayton gaan bijhalen, of Slayton is zelf afgekomen, wat dus ook not done was, want alle communicatie verliep in wezen via de capcom. Je hebt Slayton de microfoon gepakt, jij gaat je helm opzetten. No way, zei Shira. En toen is Slayton gezegd, ja zeg mannetjes, het is al een nek. Ja. Ja, ze zijn veilig en wel teruggekomen. De landing is perfect verlopen. De vlucht is 101% succesvol verlopen, tot opluchting van iedereen, niet in het minst van de manning zelf. Ze zijn eindelijk terug. Shira is met pensioen gegaan, of zal het anders zeggen, heeft een ontslag gegeven bij NASA. En die twee anderen hebben nooit een ruimtevlucht meer mogen maken. Dus nooit officieel op papier gezet, maar iedereen wist het. De grote baas heeft gezegd, die gaan nooit meer in de ruimte. Maar het stond nergens op papier, maar officieus was dat wel geweten. Dit is, je mag dat lezen, maar je moet dat niet opvolgen. Ik ga uitleggen waarom dat deze slide er nog in zit. Dat is het laatste stukje van de voordracht. Na de vlucht is er een debriefing. We moeten die mannen gaan babbelen en zo. Voor elk moment, de lancering, de koppel. Elke stap die er gebeurd zijn, moeten ze dan uitleggen. Hoe hebben we dat ervaren? Wat kan daar beter? Ik weet hoe dat gaat met zo'n debriefing. En de mannen van Apollo 8, dat verhaal is dus voor binnen een maand. Die waren dat ook allemaal aan het nalezen, want daar staat uiteraard interessante informatie in. En dan kwamen ze deze raad tegen. Waarover gaat dit? En ik heb het nog niet opgezocht hoe het zat voor Mercury of Gemini, waar je dus veel minder plaats hebt. Maar het gaat dus over dit. Ik weet niet of je ooit Tom Waas gezien hebt als hem de flanken van El Capitan daar in Yosemite Park beklommen heeft. Hij is daar ook 4 dagen aan die wand gehangen. Ja, je moet al eens een keer een grote boodschap doen. Wel, hij heeft dat op dezelfde manier gedaan. Hoe gaat je in Apollo naar het toilet? Daar stond geen toilet zoals je nu een DSS hebt. Dat is, je doet je broek af. De technieker die dat uitgelegd heeft, heeft zijn broek gelukkig aangehouden. Maar je hebt gewoon een plastieke zak die je op je gat kleeft. Je doet je ding, je haalt dat eraf. Je hebt uiteraard toiletpapier, je stopt het er allemaal in. Daar zit dan ergens zo'n blauw ding in dat je erbij moet steken om eventuele microben en andere toestanden dat erin zit om dat allemaal dood te krijgen. Je moet dat nog een beetje liggen kneden en zo allemaal. En dan moest je dat in de container leggen. Nu moet je je voorstellen, Apollo had gelukkig ruimte genoeg, dus je kon dat een beetje uit het zicht van de twee anderen doen. Maar je moet je dat voorstellen als je in gewichtloze toestand zit. En die mannen, dat zijn speciaal pakken allemaal, dat is dat één stuk, en wat weet ik wat allemaal, en je moet een grote boodschap gaan doen, dat betekent dus dat zomaar niet je broek laten afzakken, dat is je gewoon... Ja, dat is je een overal uit doen, bij wijze van spreken. Ja. Maar je bent wel gewichtloos. Ja. Dat is al één merde, als ik dat zo mag zeggen. Maar terwijl je daar gewichtloos bent, en je hebt je twee benen, ja, die zitten daar met die broek tot op je knieën en zo, en een van die astronauten van Apollo 1 heeft gezegd, doe gewoon alles uit. Dan zijn ze vrij, dan kun je echt je gevoel doen. En je trekt achteraf uiteraard alles terug aan. Er stond ook wel bij dat je de dingen in de juiste volgorde moest doen. Dat je eerst moest gaan zien. Hoe was het weer? Eerst moest gaan zien
dat je het wc-papier klaar had liggen. Ja. En dan kon je dat allemaal doen, want stel dat voor dat je niet wist waar dat wc-papier ligt en je zit dan met je plastieke zak op je gat, dat je dus in je blote voorbij, je twee maten voorbij moet gaan vliegen. Hé hey mannen, weet je, dan liggen ze de natte doekjes liggen. Dat is geen zicht. Ja. Vandaar, dat is een andere Apollo-bemanning, maar ze het hebben over naar het wc gaan in de Apollo-capsule, dat is, je wilt dat niet rieken, je wilt dat zeker niet zien, laat staan dat je dat wilt horen. Ja. Er zijn nog heel wat andere verhalen, oh, dat is van Apollo 7 ook. Daar is daar ook, het was toch Apollo 7, dacht ik, werd er ook overgegeven, dus we waren... Nee, dat is een Apollo 8 verhaal. Ik ga dat nog houden tot Apollo 8. In elk geval, Apollo 7 is wonderwel keigoed verlopen. Er zijn wel leuke verhalen om te vertellen, maar over de vlucht zelf is niet op zich veel te vertellen, maar het is goed verlopen. Een opluchting voor iedereen, dat betekent dat Apollo 8 kon doorgaan. Nu, Apollo 8, daar valt veel meer over te vertellen. Apollo 8 is niet Apollo 8 geworden dat men daar oorspronkelijk voor voorzien had. Maar zoals gezegd, dat is voor binnen een maand. Je moet dan maar terugkomen als je de rest wilt weten. Ik dank u in elk geval voor uw aandacht. APPLAUS